Dames en heren, heel erg fijn dat jullie hier zijn bij het Amsterdamse studentenverkiezingsdebat. Zoals jullie weten is het een beetje een gekke avond geworden rondom de ontwikkelingen op het Leidseplein op dit moment. Toch hebben we met instemming ook van de kandidaten besloten toch door te laten gaan. We beginnen wel even met het thema veiligheid, dat is misschien wel zo gepast. Er zijn namelijk dus eigenlijk 4 kandidaten uitgenodigd vanavond, maar helaas heeft GroenLinks kon er niet bij zijn, omdat de kandidaat Rutger Groot-Wassink was lokale burgemeester op dit moment en was nodig bij het politiebureau. We gaan het dus toch over de onderwerpen hebben, zoals ik al eerder heb gezegd, klimaat, huisvesting en natuurlijk ook nu veiligheid. Deze onderwerpen zijn voor ons allemaal belangrijk als studenten. Kijk, een studentenwoning vinden is voor ons allemaal erg ingewikkeld en is ook vaak heel erg duur. En zeker ook later, als je groter bent, als je een starter wordt, kan je ook vaak niet een huis vinden dat betaalbaar is in Amsterdam. En ook veiligheid, niet alleen wat er nu op het Leidseplein gebeurt, maar ook veiligheid bij het uitgaansleven bijvoorbeeld. Het gesprek komt ook op YouTube, dat is belangrijk om te weten. Dat is namelijk ook ondertiteld voor al jullie Engelse vrienden en internationale studenten kunnen ook gaan kijken, want namelijk iedereen die ingeschreven is in Amsterdam kan ook stemmen voor de lokale verkiezingen. Vanavond zijn hier bij ons, en ik vraag ze ook gelijk op het podium. Van GroenLinks op dit moment niet, maar van Volt is Juliette Broersen hier. Van de VVD is Claire Martens en van de Partij voor de Dieren Jonas van Lammeren. Een heel hartelijk applaus alsjeblieft. Heel erg fijn dat jullie er zijn. Ik wil eigenlijk beginnen met een wat opere vraag, een wat persoonlijke vraag. Wat jullie het allermooiste vinden aan de stad Amsterdam? Misschien hebben jullie een seconde nodig om erover na te denken. Maar ik zie al gelijk, meneer Van Lammeren heeft al een antwoord. Ja, zeker. Ja, goedenavond allemaal. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ja, ik ben natuurlijk gewoon een simpele Brabo. En wat ik mij nog heel goed kan herinneren is als je dan naar het stationseiland loopt. En dan vanuit de stad en dan het centraal station. Ja, dat vat het wel samen. Het is de drukte van de stad, het is het water erachter, het is het water ervoor, het is de trams, het zijn de fietsen en het is natuurlijk het ontwerp. Dus ik vind dat wel een van de memorabele plekken in Amsterdam. Heel goed om te weten. Mevrouw Martens, wat vindt u het allermooiste aan Amsterdam? Café Hoppen. Café Hoppen. Ik denk dat ik daar wel... Ik denk dat het bij een aantal studenten nog wel aanspreekt. Zowel de plek als het café. Is toch een toeristentent? Nee, Jonas. Nee. Laten we niet gelijk hier al een debat over gaan voeren. Misschien komt dat straks nog terug. En mevrouw Broersen, wat is voor u het allermooiste aan Amsterdam? Ja, ik kwam naar Amsterdam om te studeren. Dus ik heb daar zoveel onwijs mooie mensen leren kennen. Dus dat is absoluut mijn favoriete aan Amsterdam. Is dat ik heel veel toffe mensen heb leren kennen. En dan is het een beetje de combinatie van de drukte en café Hoppen. Het nachtleven van Amsterdam heeft ook wel echt mijn hart gestolen. Wat ontzettend fijn dat dan ook weer open is. We gaan dus over 3 thema's debatteren vanavond. Die worden geleid door 3 verschillende debatleiders, mijn collega's die daar al klaar zitten. Dat is het onderwerp veiligheid, dat is het onderwerp huisvesting en ook klimaat. Ik denk dat we daar zo meteen mee kunnen beginnen, nog even belangrijke spelregels uit te leggen. Elk debat duurt ongeveer 20 minuten. De debatleiders zullen ervoor zorgen dat jullie ongeveer evenveel spreektijd krijgen. Eén iemand wordt aangewezen om het debat te openen. Doe er dan niet langer dan 2 minuten over. Je kunt ook gewoon onderbroken worden namelijk. Probeer niet door elkaar heen te kibbelen. Daar zijn ze namelijk ontzettend streng in. Dus pas alsjeblieft op. En ik wil ook nog heel graag aan het publiek vertellen dat aan het einde van dit debat ruimte is voor publieksvragen. Dus mocht je een vraag hebben die nog niet eerder is benoemd of dringend een antwoord willen van een van de kandidaten, onthoud die vraag dan en dan komen we later bij jullie terug. En ook tussendoor zijn er korte pitches van 1,5 minuut waar jullie zelf je verhaal kunnen doen, wat jullie graag de studenten of anderen in deze zaal heel graag willen mededelen. Ik denk dat het dan nu tijd is voor het eerste onderwerp en dat is veiligheid. En dan vraag ik mijn collega Rivka op het podium om dat debat te leiden. Zoals het al eerder genoemd is, er op dit moment een gijzeling aan de hand. Maar dat is niet het enige wat er soms mis is met Amsterdam. Amsterdam is de meest onveilige gemeente van Nederland en dat is het al voor jaren. Wat zijn de plannen van de politieke partijen om Amsterdam veiliger te maken? En eigenlijk moet Amsterdam wel veiliger worden. Daarom wil ik graag het eerste thema van vanavond inleiden met de openingsvraag: moet Amsterdam veiliger worden? Mevrouw Martens, in uw partijplan staat het als het allereerste thema. Kunt u even kort uitleggen wat uw 3 grootste punten zijn?
Ja, nee, dat is het zeker. Ons verkiezingsprogramma draait om het onderwerp dat iedereen overal vrij en veilig zichzelf moet kunnen zijn. En zoals je zelf al introduceerde, is dat op dit moment in Amsterdam absoluut niet het geval. Ontzettend spijtig. En daarvoor moeten we heel veel doen. En daar willen we eigenlijk drie hele grote dingen doen. We willen A, meer handhavers op straat. Om gewoon daadwerkelijk te zorgen dat fysiek mensen zichtbaar zijn om mensen aan te spreken. Als het bijvoorbeeld gaat om straatintimidatie, maar ook afval op straat gooien. Hangkits op plekken waar je dat eigenlijk niet wilt. Hele drukke gebieden. De andere is dat wij voor meer camera's zijn. Er is heel veel vraag. Bijvoorbeeld plein 4045 in Nieuw-West. Daar wordt ook gezegd van... We hebben elke week, elk weekend een overval. Geef ons alsjeblieft die camera's. Dan kunnen mensen sneller worden opgespoord. En het andere punt is dat wij graag een veiligheidsbrigade willen. En dat is vooral het aspect LHBTI-veiligheid. Dat moet zowel in de preventie, de voorlichting, maar ook de handhaving. En daar hopen wij na deze verkiezing hard op in te kunnen zetten. Om te zorgen dat iedereen veilig over straat kan. Dat zijn best wel duidelijke plannen. Als ik uw partijplan... heb gelezen, dan zie ik vooral heel veel inzet op preventie, op het voorkomen dat dit soort maatregelen überhaupt nodig zijn. Waarom denkt u dat dat dan belangrijker is dan iets hardhandigere aanpak die dan de VVD misschien wil? Nou, belangrijker. Kijk, ik denk dat het hand in hand met elkaar kan gaan. Ik vind het uiteindelijk heel erg belangrijk dat we inzetten op die preventie. Dat we samenwerken met universiteiten, met kennisorganisaties. Dat we jongeren stimuleren in het onderwijs. Je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam het Diversion-programma... waarin er onderwijs wordt gegeven van mensen met verschillende achtergronden... om veel meer kennis met elkaar te delen, elkaar beter te leren begrijpen. Ik vind dat heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk gaat veiligheid en de preventie daarvan is veel breder natuurlijk dan alleen op straat. We hebben ook de veiligheid als het gaat om digitalisering bijvoorbeeld, om cybercrimes aan te pakken. Daar moeten we ook bewustzijn in creëren. Het is super mooi dat we in Amsterdam aan heel veel kinderen bijvoorbeeld laptops weggeven, dat ze in coronatijd aan de slag kunnen met hun studie. Maar het is ook heel erg belangrijk dat ze tegelijkertijd bewust worden gemaakt over dat er cybercriminaliteit gaande is. Dus wij trekken dat veel breder dan dat. Het huidige probleem op het Leidseplein op dit moment... wat zou u anders hebben gedaan, waardoor dit misschien niet zou zijn gebeurd? Ja, ik denk dat dat een heel erg breed thema is en ook een heel gevoelig thema op dit moment. Maar ja, dan is het ook echt inzet op het Rijk en meer investeren in politie en meer handhaving op straat. Dus meer met Den Haag omgaan. Ja. En meneer Van Lammeren, u zit volgens mij een beetje ertussenin. U wil meer wijkagenten, wil dan weer geen camera's. Waar zou u uzelf plaatsen in dit debat? Nou, bij de juiste keuze. Maar dat is evident. Nee, kijk, ik hoor typisch VVD weer repressie, repressie, repressie. Maar daarmee los je het niet op. Want dat repressieverhaal, dat ken ik al. Hè? Dus meer handhavers, meer... Kijk, er zijn een aantal redenen. Je moet je verplaatsen. Waarom is er criminaliteit? 1, het zit in de mens. Maar 2, het zijn ook de maatschappelijk-sociale omstandigheden. En juist een partij als de... Ik hoor een hele erge echo, sorry. Juist een partij als een VVD, die wil daar niks aan doen. Want die vindt die maatschappelijke en sociaal-economische tweedeling helemaal prima. Dus 1, zorgen dat we de meer gelijke kansen hebben. En 2 is ouders ook echt gaan op hun verantwoordelijkheid gaan doen. Want je moet ook opvoeden in Nederland. En 3 is inderdaad ook handhaven. Camera's, even dat ding, daar zijn we helemaal niet zo van. Amsterdam hangt vol met camera's en het werkt gewoon simpelweg niet. Het werkt voor het veiligheidsgevoel, maar niet voor de daadwerkelijke veiligheid. En als laatste, en dan wijs ik ook naar het Rijk, zolang de politie de helft van de aangiftes niet in behandeling neemt, dan is de pakkans heel erg laag. En bij een lage pakkans... ga je het niet oplossen. Want als ik agent was in Amsterdam en ik pak een draaideur crimineel op en die zet ik vanmiddag weer buiten en morgen overvalt die weer iemand en de aangifte wordt niet opgepakt, ja, dat gaat niet helpen. Dus het is preventie, sociaal-economisch en uiteindelijk ook handhaven. Ik gok erop dat mevrouw Martens hierop wil reageren. Ik zag al wat gezichtsuitdrukkingen veranderen. Ja, kijk, ik had gehoopt dat we zouden beginnen met een debat met wat we zelf graag willen in plaats van gelijk de aanval open op de ander. Maar blijkbaar heb ik die notitie gemist voor aanvang van dit debat. Volgens mij willen de heer Van Lammeren en ik grotendeels hetzelfde. Ik ben het helemaal met u eens. Wij hebben een uitgebreid preventieprogramma in ons verkiezingsprogramma staan. Maar als we dan heel concreet hebben over die overval die vanavond plaatsvindt op het Leidseplein, wat verschrikkelijk is, en ik weet niet wat er aan de hand is en wat de reden is,
Maar dat ik mijn collega van Volt al gelijk hoor zeggen, ja maar landelijk. En net een heel preventie hoor over een diversiteits- en inclusieprogramma op hogescholen en universiteiten. Dat slaat kant nog wel. Ik denk dat we moeten concluderen dat we een bepaalde vorm van criminaliteit hebben waar we heel hard tegenop moeten treden in Amsterdam. Laten zien dat het onacceptabel is. Daar hebben we zeker meer politieagenten voor nodig als we dan toch naar het Rijk wijzen. En dat heb ik ook opnieuw in mijn verkiezingsprogramma staan. Maar we kunnen lokaal ook wel echt heel veel. Hè? Ik wil bijvoorbeeld de top 600 in Amsterdam hebben we nu voor mannen. Die kunnen we ook voor vrouwen opzetten. Dus hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare vrouwen niet worden verleid om het criminele circuit in te gaan. Dus het is absoluut en-en. Maar wij zijn hier wel de enige partij die dan ook zeggen, als er een overval plaatsvindt, als jongens met messen naar school gaan, pak ze dan ook gewoon aan. He, zorg dat er een alternatief komt, maar pak ze wel aan. Want, nou, daar onderscheiden wij ons van andere partijen. Want de andere partijen roepen van als jongens met messen naar school gaan, dat ze dat helemaal prima vinden. Dat heb ik niet in mijn programma zien staan, maar misschien heb ik dat gemist. Maar u begint gelijk dat ik alleen maar van de repressie ben. Dus ik dacht, ik noem een voorbeeld, dat ik absoluut ook van de preventie ben. Mevrouw Broersen, wat vindt u van alles wat mevrouw Martens tot nu toe heeft gezegd? Ja, dat is heel veel. Kijk, ik vind het, wat ik zeg, ik vind het heel gevoelig om het nu op dit moment over de situatie op het Leidseplein te hebben. Dat is heel begrijpelijk. En ja, en ik wil het graag veel breder inderdaad ook over die preventie hebben. Met inderdaad die sociale cohesie die mevrouw Martens ook noemde. Met de samenwerking ook op scholen en universiteiten. Maar uiteindelijk wil ik het ook nog breder trekken om ook een klein beetje weg te gaan van de situatie op het Leidseplein. Bijvoorbeeld, we kunnen ook veel meer kijken naar de veiligheid van journalisten op dit moment in Amsterdam. We willen dat daar uiteindelijk de persvrijheid, dat die veel breder wordt, dat journalisten zich vrij voelen om te zeggen wat ze kunnen zeggen. En dat we die ook beschermen, daarop inspelen en mensen in Amsterdam bewust maken van de belangen van vrije pers. Hoe zou je dat concreet, hoe zou je dat concreet aanpakken, die vrijheid van de journalisten? Wat zijn uw plannen daarvoor? Bewustwording om Amsterdammers met een grote media, een soort grote mediacampagne bewust te maken van de urgentie hiervan. Mevrouw Martens, u wilde ook reageren? Nee hoor, ik wilde alleen vragen hoe. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, dat zijn best wel duidelijke plannen. Even terugcirkelend aan iets waar we eigenlijk aan het begin van dit debat heen gingen. De camera's die in de stad op worden gehangen. Meneer Van Lammeren, u zei er zijn al heel veel camera's, moeten we eigenlijk niet doen. Het helpt niet. Mevrouw Martens, waarom denkt u dat dit dan wel zou helpen? Nou, kijk, idealiter gezien doe je dat natuurlijk niet. En ik ben ook geen voorstander van op elke hoek van de straat iedereen zijn eigen camera voor de deur. Laten we uitspreken dat dat niet de samenleving is waar we naartoe moeten. Maar als je kijkt naar het aantal geweldsdelicten tegen onze LHBTI-gemeenschap in Amsterdam. Dat horecagelegenheden vragen om, geef ons alsjeblieft een camera, zorg dat we die mensen sneller kunnen opsporen. En ik vind ook dat subjectieve veiligheidsgevoel nog steeds ontzettend belangrijk. Aan de achterkant is onze privacywet heel goed ingeregeld. Het is niet zo dat die camerabeelden voor alles worden gebruikt. Maar er zijn echt winkeliers die regelmatig worden overvallen. Er zijn straten waar mensen regelmatig worden lastiggevallen. Dus het is en-en. Het is en het preventiestuk. Maar als camera's kan helpen op plekken waar bijvoorbeeld agenten op dat moment niet kunnen zijn, want zoveel agenten hebben we gewoon niet, daar zijn wij daar absoluut voorstander van. Ja. Meneer Van Lammeren, u bent het hier volgens mij niet mee eens. Nee, dat klopt. Wij zeggen niet dat we geen cameratoezicht moeten hebben. Maar een camera ophangen en dan denken dat het station veiliger is, terwijl die beelden worden helemaal niet live uitgekeken. Dus wat helpt dat dan? Dan heb je daar achteraf misschien iets aan de opsporing. Maar daarmee voorkom ik niet het criminele feit. Dus als de VVD hoor zeggen, ik zet geen agent neer, ik hang een camera op. Ja, ik denk, en dat werkt dan aan het veiligheidsgevoel. Maar ik heb liever echte veiligheid dan een veiligheidsgevoel. Dus vandaar dat je de oorzaak moet wegnemen. Dat is echt het sociaal-maatschappelijke tweedeling die deze samenleving heeft. We zullen agenten moeten hebben. En cameratoezicht kan soms helpen, maar nu wordt het heel vaak als de oplossing neergezet, omdat het mankracht scheelt. En daarnaast de negatieve gevolgen voor de privacy, die zijn heel erg groot. En even Leidseplein, ik bedoel, Leidseplein hangt vol met camera's. Heeft geen enkel effect. Maar waarom zou het dan niet bijvoorbeeld en-en zijn, zoals mevrouw Martens net aangaf? U heeft camera's omdat je, en meer wijkagenten. Omdat ik niet een maatschappij voorzie die wij volhangen met digitale controle van haar burgers. En elke keer als we een digitale controle van de burgers toepassen, wat we in Nederland op grote schaal doen, vergeet niet met de sleepwet, dan stellen wij daar vraagtekens bij van moeten we dit wel doen? Ik wil niet een overheid die 24/7 alles maar controleert en kan controleren onder het motto veiligheid.
We hadden het eerder vandaag ook al over dat er op dit moment jongens rondlopen met messen. Dat er bepaalde buurten zijn, zoals Plein 45, waar vaker overvallen zijn, waar het gewoon over het algemeen minder veilig is. Zijn er specifieke plannen die u zou willen toepassen op zo'n specifieke buurt, mevrouw Broersen? Nou, op dit moment wordt natuurlijk de proef gedaan met, of die is net afgerond met preventief fouilleren. We zien dat er zo'n, volgens mij 33% van de Amsterdammers zich daar daadwerkelijk veiliger door voelden en dat ze die proef willen doorzetten. Dus we zijn ook een voorstander van die proef doorzetten om te kijken of dit uiteindelijk werkt. We vinden het wel heel erg belangrijk om tegelijkertijd te kijken naar hoe we het etnisch profileren tegengaan. Dat willen we doen door, wat ook al wordt gedaan in Amsterdam, met het digitaal stopformulier. Dus ja, daar zijn we voorstander van, om verder te onderzoeken of dit werkt. En dat zou dan alleen in die specifieke wijken zijn? Daar zou je preventief fouilleren, in andere wijken niet? Dat is uiteindelijk wat inderdaad dit lange termijn onderzoek moet blijken. Meneer Van Lammeren, bent u het hiermee eens? Nee. Nee, ja, kijk, ons verkiezingsprogramma is heel helder en heel simpel. En daar ga ik dus ook niet van afwijken. Wij zijn tegen preventief fouilleren. En ik heb daar heel lang over getwijfeld of ik dat standpunt zo hard wil uitdragen. Maar ik vind het heel lastig. Stel je voor dat ik ik heb een zoontje, maar stel je voor dat ik een niet-Nederlandse achtergrond zou hebben. En mijn zoontje wordt elke keer ertussenuit gehaald. En ik kan dat als vader 1 niet tegenhouden en 2, ik kan hem niet uitleggen. En wat zijn we dan aan het doen met de maatschappij? Dat is 1 argument, want preventief fouilleren werkt etnisch profileren in de hand. Dat geeft de politie zelf toe. Nu is het met die pilot goed gegaan, omdat de halve wereld en de controle van de controle en van de controle aan het... iedereen heeft Lubach gezien. Maar die zijn allemaal weg. Dus 1, dan heb je het gevaar. Ten tweede, wat misschien nog veel belangrijker is, het werkt helemaal niet. Het werkt gewoon niet. De politie inzetten en het aantal wapens wat van school, wat van straat worden gehaald, is echt marginaal. Dan hebben we het over een 10-tal messen. Het is marginaal, dus we hebben heel veel politiecapaciteit en het werkt niet. Het werkt bij het veiligheidsgevoel. Maar nogmaals, ik heb liever een veilige stad in plaats van een gevoel van een veilige stad. De VVD staat redelijk bekend als dat ze voor preventief fouilleren zijn. Zeker. Als u nu net hoort dat het niet werkt, dat het etnisch profileren in de hand werkt, ja. Hoe verdedigt u dan preventief fouilleren? Nou, heel goed. Namelijk dat de politie ook zelf aangeeft dat ze deze tool heel graag willen hanteren. Kijk, laten we vooropstellen, etnisch profileren en de boa's willen een wapenstok. Is verschrikkelijk. Hè, ik denk dat we allemaal moeten vinden, en ik hoop ook dat iedereen het vindt, wie hier ook had gestaan, dat we daar tegen moeten zijn. Een profiel, voordat je gaat preventief fouilleren op straat, wordt ook nooit aan de hand van enkel afkomst opgesteld. Dat zijn altijd meerdere variabelen, gelukkig. Als je de wijk ingaat, en ik hoor mijn collega van Volt over onderzoek doen naar, dat snap ik, daar ben ik groot voorstander van. Maar als je heel concreet kijkt, als ik naar Zuidoost ga, ik ga er donderdag weer naartoe, daar praat ik met moeders uit de wijk. Een van de organisaties is De Moeder is de Sleutel. En die zeggen ook, geef ons het alsjeblieft. Ik ben elke dag bang dat mijn zoon niet meer terugkomt. En waarom? Omdat zij in haar eentje niet in staat is om te zorgen dat haar zoon dat mes thuis laat. Nou, dan kijken we naar de uitkomsten. Daar mogen we over verschillen van mening. De ene partij vindt het veel, de andere vindt het weinig. Mijn partij vindt 80 messen van straat ontzettend veel. Want de moeders die je daarover spreekt, die ook groots voorstander zijn, zeggen ook, dat is misschien net een mes waar iets verschrikkelijks mee zou zijn kunnen gebeuren. Dus alles aan doen om te voorkomen dat we etnisch profileren. De politie zelf, daar hebben wij alle vertrouwen in, dat ze dat ook niet doen. Het is goed dat wij erop bijsturen, dat we daarop aanzien. Maar volgens mij moeten we op dit moment in Amsterdam alles aangrijpen om te zorgen dat iedereen veilig over straat kan. Ik zie hier iemand die volgens mij heel graag nog een punt wil maken. Ja, ik wil hier zeggen, die 80 messen, ja, die klusjesman was een schroevendraaier kwijt. Nou, Amsterdam is een stuk veiliger geworden die middag. Je moet wel even, er zijn 0 vuurwapens. Als je de folder preventief fouilleren krijgt, hè, vanuit de gemeente dat het goed plan is, staan allemaal pistolen op. Er zijn 0 vuurwapens van de straat gehaald. Er zijn 10 verboden messen van straat gehaald. En heel veel die alleen maar omdat dat gebied was aangewezen, dan hebben we het over de schroevendraaier van de klusjesman. De politie zegt zelf dat ze aan etnisch profileren doen. En ook nog een argument. Deze pilot hebben we in 2016 ook al gehad onder burgemeester Van der Laan. En die is ermee gestopt. En weet je waarom? Omdat het niet werkt. En nu met social media, preventief fouilleren. Het is net een alcoholcontrole. De eerste auto heb je te pakken. En 2 en 3 die komen niet eens meer. Dus laat de VVD jullie een veiligheidsgevoel geven.
Ik zou zeggen, als u in veilig Amsterdam wil, stem je Partij voor Dieren voor een echte veilige stad. Mevrouw Broerse, u gaf aan het begin hiervan al aan dat u etnisch profileren absoluut wil tegengaan. U krijgt net aan de ene kant die zegt, dat gaat sowieso gebeuren. Waarom denkt u dat stopformuleren nou er genoeg voor is dat dat niet gaat gebeuren? Nou, op zich is de proef met stopformulieren is in, uit mijn hoofd, Barcelona en in Groot-Brittannië, in Spanje en Groot-Brittannië, sorry, is er gezien dat dit werkt, dat dit heel erg positief wordt ervaren. En ik denk dat we zeker kunnen leren van de cases die er daar zijn, ook qua veiligheid, om te kijken of dat in onze stad ook werkt. En ik vertrouw er genoeg op dat er deze steden best wel op elkaar lijken, om te zien dat we dat hier kunnen toepassen. Dan heb ik nog een allerlaatste vraag om dit af te ronden. Als ik vanavond om 1 uur, nadat ik ergens nog even met wat vrienden hierover ga napraten, naar huis fiets, kan ik dan veilig over straat? Mevrouw Martens. Dat weet ik niet. Ja, het zou een beetje gek zijn als ik nu zeg ja of nee. Ik vrees dat je dat niet kan garanderen. De cijfers laten ook zien dat je niet in Amsterdam overal even veilig over straat kan. Maar ik geloof dat we erin moeten blijven geloven dat het wel kan. Dus dat zou ik graag eens over 4 jaar kan het wel. Nou, dan eindig ik hiermee het allereerste thema van vanavond. En dan welkom ik graag Max terug voor het vervolg. Ja, dankjewel Rivka. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar er was een kleine sprong in de tijd gemaakt. Dat was bewust, want we hebben namelijk 5 minuten per spreker en we missen een spreker. Dus vandaar dat we even 5 minuten gingen inhalen. Dat was niet omdat we het saai vonden en dachten van jongens, kom even door. We gaan naar een ander onderwerp, maar voordat we dat gaan doen, geef ik 1 van jullie de kans om een 1,5 minuut pitch te doen. Daarvoor heb ik deze grabbelton om het wel eerlijk te laten verlopen dat een van jullie niet door mij eerder wordt gekozen dan de ander. Alleen, we hebben geen groen, dus dat wordt geel. Ja, dat is even jammer. En dan kijk ik eventjes wie de eerste gaat zijn die in 1,5 minuut het publiek mag gaan vertellen waarom ze op die partij moeten stemmen. En dat is inderdaad ook geel, dus hebben we die ook gelijk eruit. Partij voor de Dieren, vertel in 1,5 minuut. Ik ga hem bijhouden. Waarom Partij voor de Dieren? Dankjewel. Ja, geel is niet mijn kleur. Daar moet je... Nee. Dank je. Waarom Partij voor Dieren? Zoals een bekende Amsterdammer zei, waarom eigenlijk niet? Kijk verder dan de naam. Kijk eens naar de inhoud en kijk vooral wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben en bereikt hebben. Als je een stad wil hebben die niet helemaal is volgebouwd, en ik weet dat al die andere partijen gaan roepen, wij bouwen die hele stad vol en daarmee hebben studenten huizen. Het is pertinent niet waar. De vraag is zoveel groter naar studentenwoningen dan dat er kan worden bijgebouwd. Dat is niet de route. Er zijn andere oplossingen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Partij voor Dieren is het groene anker van de gemeenteraad. Partij voor Dieren zet in op een planeetbrede visie. Wij willen deze aarde, en dat wil ik persoonlijk ook, ik heb een zoontje van 11... een stuk mooier doorgeven dan dat ik heb hem aangetroffen. En het zijn juist studenten die samen met politieke partijen de verandering moeten gaan brengen. De verandering in Nederland, Europa en eigenlijk wereldwijd, niet de Amsterdamse studenten alleen natuurlijk, om een groener en een beter klimaat neer te leggen. En dat is Partij voor Dieren. Wij kiezen niet voor het volbouwen van de stad. Wij waren 4 jaar geleden al fel tegen biomassa en helaas hebben we gelijk gekregen. En zo zijn er tal van voorstellen die we gedaan hebben en gestemd hebben voor een groenere planeet, eerlijker, socialer, inclusiever. We zijn de enige linkse partij hier vanavond. Helaas is de heer Groot-Wassinger niet, maar hij zou dat zeker beamen. Dus ben verstandig, kies met je hart en kies met je verstand, Partij voor de Dieren. Dank u wel. Meneer Van Lammeren, dat was precies 1 minuut 30, dus dat heeft u... De hele avond bij mijn moeder geoefend. Dat dacht ik al, inderdaad. We gaan naar een onderwerp wat denk ik voor heel veel studenten belangrijk is, in ieder geval voor mij, dat is huisvesting. Of het nou is dat je een veel te dure studentenwoning op dit moment hebt, of überhaupt geen kan vinden, of nu al zorgen hebt dat je later mogelijk geen betaalbare woning in Amsterdam kan vinden. Ik denk dat het belangrijk is om erover te gaan praten. En daarom nodig ik mijn collega Maureen op stage om daar het debat over te gaan leiden. En de regels blijven hetzelfde. We moeten wel ruimte hebben om te kunnen wonen. Dit leidt natuurlijk tot de vraag,
Moet er meer woonruimte zijn voor studenten? Om te beginnen, Volt. Ja, zeker. Oh, staat deze? Ja, hij galmt wel lekker, inderdaad. Nee, absoluut. Kijk, als je gaat studeren in Amsterdam, of je nou woont of dat je naar Amsterdam komt. Studeren moet je doen op een veilige manier. Als je daar echt je ziel en zaligheid in wil stoppen, dan moet je je geen zorgen maken of je die ruimte wel kan betalen. Of je er niet over 2 maanden weer uit moet, omdat je eigenlijk geen contract hebt. Of je überhaupt wel mag inschrijven. En dat zijn hele belangrijke thema's om je veilig te voelen op de plek waar je woont. En of je daardoor op een fijne manier kan studeren en op een veilige manier kan ontplooien. Dus daarom vinden we bijvoorbeeld absoluut dat we moeten kijken naar meer woonruimte voor studenten. Vorige week ben ik bij Lieve de Kei geweest, een organisatie die woonruimte biedt aan starters tussen de 18 en de 27. Die doen onwijs mooie projecten voor starterswoningen, om die betaalbaar te houden, om die sociaal te maken met ontmoetingsruimtes voor iedereen. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Zij maken ook heel mooi de combinatie tussen 50% studenten en 50% statushouders, zodat je ook echt dat hele sociale concept hebt, omdat iedereen opnieuw start in deze stad. En dat is heel belangrijk om naar te kijken. Dus we willen absoluut inzetten in betaalbare woningen. En ook de veiligheid voor studenten vinden we heel erg belangrijk. Er moet uiteindelijk een mooi aanspreekpunt komen, onafhankelijk aanspreekpunt, waar studenten heen kunnen als ze zich zorgen maken over hun woning. Of als ze bang zijn dat ze straks geen woning meer hebben. En ik denk dat uiteindelijk het gevoel van op een veilige en leuke manier kunnen studeren, dat onwijs belangrijk is. Oké, okay. En wat is dan de eerste concrete stap die u kan zetten naar meer studentenwoning? Ja, kijk, natuurlijk, wat mijn collega al aangaf, er is weinig ruimte. Ik denk wel dat er plekken zijn waar we eventueel studentenwoningen kunnen bijbouwen. Maar ik denk ook dat we zeker de samenwerking moeten aangaan met de metropoolregio Amsterdam. En dat we ook absoluut moeten samenwerken met de universiteiten die nu heel veel studenten hierheen hebben gehaald. Want uiteindelijk vind ik ook dat we die medezeggenschap moeten geven om mee te kijken naar de oplossing. Mevrouw Martens, wat vindt u hiervan? Ja, ik hoor weinig concrete voorstellen wat Volt gaat doen om te zorgen dat al die mensen die een woning zoeken ook daadwerkelijk een woning kunnen krijgen. Ik heb de stemwijzer gedaan, daar heeft Volt ook gezegd dat ze tegen woningdelen zijn. En in 2019 is natuurlijk die wet aangenomen dat het moeilijker werd in Amsterdam om woningen te delen. Daardoor zijn er steeds minder kamers op de markt gekomen. En het idee kan heel goed zijn, hè? Je moet nooit een hele wijk hebben die helemaal verkamerd is. Maar het gevolg is dat zelfs woningbouwcorporaties, de meest betrouwbare verhuurders, zijn gestopt met het delen van woningen. En ik heb dus helaas van de studentenpartij nog steeds geen concrete maatregel gehoord. Eigenlijk hoor ik er zeggen de metropool. Dat betekent dus waarschijnlijk dat we buiten Amsterdam moeten zoeken voor studenten, volgens mij, als je in de metropool gaat kijken. En ik ben het ook eens met de heer Van Lammeren, laat ik het vooropstellen. Op een gegeven moment is het vol, hè? We kunnen niet blijven bijbouwen. Maar je kan soms echt wel met z'n drieën in een woning wonen in plaats van met z'n tweeën. En dan kan je duizenden kamers erbij krijgen. En ook dit stadsbestuur, onder leiding van GroenLinks en D66, die hebben dus dat deelverbod ingesteld. En ook maar 2500 kamers gerealiseerd in plaats van 9000 die ze op de ambitie hadden staan. En ook dat valt natuurlijk een beetje tegen. Dus we moeten zowel bouwen als absoluut in de metropool kijken. Maar ook wel toestaan dat je wel met 3 vrienden in een woning kunt wonen. En wat doen we met Schiphol? Ik heb zojuist gehoord dat mijn collega-wethouder tegen de tweede landingsbaan is. Om te zorgen dat we meer... Dat is Lelystad. Schiphol heeft er al meer dan twee. Nee, dat weet ik. Dus ja. Dan heb je het over een betere pool. Maar volgens mij gaat het nu niet over Schiphol, toch? Jawel, want Schiphol houdt enorm veel woningbouw tegen vanwege de geluidscontouren. Ja. Maar meneer Van Lammeren, jullie willen Schiphol laten groeien en daarmee zet je de woningbouw dwars en dan bouwt VVD in het laatste stukje groen, toch? Meneer Van Lammeren, hoe zou u dat dan aanpakken? Nou, toen ik ging studeren in Amsterdam, toen had Amsterdam de regel de sociaal en economische gebondenheid eis. En dat is heel simpel, als je in een huurwoning binnen het puntensysteem viel, dan moest je of je werken of een maatschappelijke connectie hebben. En daar valt studeren onder. Die regel is afgeschaft. We kunnen niet met z'n allen in Amsterdam wonen, ook al is het de mooiste stad ter wereld. Maar dat betekent dat je gewoon, dan moet je keuzes maken. Want de hele stad volbouwen, dan kunnen er misschien wel 2 miljoen mensen wonen. Maar daar wordt het niet heel, heel gezelliger van. En dan neemt de criminaliteit toe, feit, al lang aangetoond. Dus wat wij zeggen is, je zou paal en perk moeten stellen aan wie mag er in een sociale huurwoning. En dat betekent dat studenten voorrang krijgen dan iemand die zomaar in Amsterdam wil wonen omdat dat cool is. Is dat vervelend? Ja, maar we hebben woonruimte nodig voor mensen met echte baan of studie. En de mensen die in Amsterdam wonen. Want wat er nu gebeurt is dat Amsterdammers de stad uit moeten
omdat ze geen woonruimte meer kunnen vinden. Ja, en dan kiest Partij voor de Dieren toch echt voor de Amsterdammers of de studenten of het werk. Daar zijn we de enige partij in. Twee, cellofoonplicht wordt nu ingevoerd. Dat houdt natuurlijk de investeringsbedrijven tegen. Overigens is dat gewoon een gevolg van het monetaire beleid, wat de liberalen aanstaan. Door het monetaire beleid is geld gratis geworden. In 2008 is natuurlijk de geldpers aangezet, die is nooit meer uitgezet. Er is oneindig veel geld en de woningmarkt is stabiel. Dus waar ga ik investeren? In de woninghuizen, in de woningmarkt, dat werkt. Drie, verkameren. Ja, moet gewoon kunnen. En het is ook heel raar dat is weggegaan, want dan zeggen ze, ja, je mag niet verkameren onder de 40 meter. Nou, ik als student had een kamer van 25 vierkante meter, een luxe denk ik tegenwoordig. Dat was niet mijn eerste kamer hoor, dat was met z'n tweeën op 7 vierkante meter, maar goed. Maar waarom brengen we die norm niet naar beneden, naar 25 of 20 vierkante meter? Dan kan je gewoon meer studentenhuisvesting doen. En ja, dan heb je controle nodig en ja, dan heb je huurcommissie nodig en ja, je hebt huurbescherming nodig. Maar het kan wel, er kunnen meer mensen wonen op die vierkante meter. Dus dat is ook een heel concreet plan wat moet gebeuren. Dus als ik het goed begrijp, zegt u dat de wet die dan tegen de verkamering is, moet worden aangepast, maar niet dat die weg hoeft? Nee, want kijk, en dat is altijd het probleem. Hè? Je hebt heel veel mensen die het goed willen doen en die willen verkameren. En dan heb je altijd weer een paar vastgoedcowboys en die denken, ja, ik kan ook wel een kamer van 2x2 maken. Hè? Dus je zal grenzen moeten trekken, want anders is het compleet vrije markt. Dat is waar de VVD vaak voor staat. En dat moet je niet doen. Je zal die woningmarkt moeten beschermen. En dat betekent dus dat je regels moet hebben. Ik denk alleen dat de regels nieuw voor kameren te strikt zijn. En dat dus inderdaad studenten, vooral studenten, in de weg zit. Oké, dat is duidelijk. Mevrouw Broersen, hoe staat u tegenover verkamering? Ja, we vinden dat een heel erg lastig onderwerp. Uiteindelijk zie je dat op dit moment, ook met de woningdelersvergunning waar we het eerder over hebben gehad, dat er nu heel veel studenten eigenlijk zich niet kunnen inschrijven. Dat als jij op zo'n Facebookgroep kijkt naar kamer zoeken of kamer vinden in Amsterdam, dat erbij staat, ja, je kan je niet inschrijven. En als er staat dat je wel kan inschrijven, dan heb je net geluk en dan is het super fijn. Maar we vinden het heel erg lastig, omdat je ziet dat er dus heel erg misbruik wordt gemaakt als die woningdelersvergunning er niet is, maar we ook met een enorme wooncrisis zitten. We zeggen zeker voor de aankomende woningen gaat het niet in hokjes van 2x2 bouwen, maar dan moeten we veel flexibeler naar kijken. Want als we het helemaal afschaffen, ja, dan gaat het mis, maar nu gaat het dus ook blijkbaar al mis, omdat er al heel veel mensen zich niet kunnen inschrijven en er eigenlijk veel mensen illegaal wonen. En hoe zou je dat dan aanpakken? Ja, daar moeten we naar kijken, daar heb ik ook de oplossingen nog niet voor. Oké. Dan gaan we toch even door naar de nieuwbouw, want er moet natuurlijk, wordt door heel veel mensen gezegd, meer bijgebouwd worden in Amsterdam. Maar waar dan en hoeveel? Mevrouw Martens. Ja, dat is een grote opgave en uitdaging. En dat zit hem in het feit dat precies, nou ja, wat de heer Van Lammeren zojuist zegt, je wil niet één groot betonblok. Volgens mij zag ik vandaag in de krant staan dat wij nummer 3 meest betonnige buurten van Nederland zijn. En met die bouwambitie wordt het nog meer? Ja, Jonas, dat klopt. Wij willen graag 10.000 woningen per jaar bouwen op dit moment. Maar de vraag is tot wanneer? Hè? Laten we ook even heel eerlijk zijn, tot wanneer? Dat is een vervolgvraag. Maar wij willen de bouwverhoudingen veranderen. Op dit moment bouwen 40-40-20. 40 sociaal, 40 midden, 20 vrij. Maar kunt u dat even toelichten voor de studenten die dat niet helemaal begrijpen? Ja, 40% sociale huurwoningen, dus dat is tot een inkomen van €43.800. Weet jij dat toevallig? Nee, het is veel lager. Oké, het is lager. Dan heb je het middensegment en de vrije sector. Nou, de meeste mensen die huren al vrij snel in de vrije sector. Ook als je met vrienden huurt, dan huur je in de vrije sector. Dus dat is eigenlijk een hele kleine groep. Nou, wij zeggen, als we de mensen die zijn afgestudeerd in Amsterdam, of 2 docenten, 2 verpleegkundigen, hier willen blijven wonen na een afstuderen, dan verdienen ze al gelijk te veel voor sociale huurwoningen. En als het even tegen zit, of eigenlijk mee zit, het is maar hoe je het bekijkt, ook voor die middenwoning. Dus we moeten gaan bouwen. En wij zeggen, bouw dan niet alleen huur. Wat bijvoorbeeld onze collega van GroenLinks, daarom vind ik het zo jammer dat onze collega van GroenLinks er niet is. Die staat er gewoon anders in. Die zegt, nou, wij vinden huurwoningen eigenlijk belangrijker dan koop. Wij zeggen, nou ja, mensen kiezen er ook voor in Amsterdam achter zich te laten, omdat ze iets willen kopen, iets willen opbouwen en gaan de stad uit. Wij zeggen, bouw 50% koop, 50% huur. En van die koop moet 50%, dus de helft, naar de starters gaan. En dan zijn er woningen tussen de 2,5 en de 4,5 ton.
En dan denk je, hoe kan dat met deze marktwaarde? Dat kan, en nou wordt het heel technisch. Dat heeft met erfpacht te maken. Hè? Wij vragen erfpacht over grond, daardoor is het duurder om de grond uit te geven. Dat is al één. En twee, maak afspraken met organisaties die het kopen en zorg dat ze het niet door kunnen verkopen. Dus heb dan ook een kettingbeding. En dat is hoe wij dat willen aanpakken. En waar vallen de studenten dan? Ja, de studenten die vallen dus aan de enerzijds in die huurwoningen. Dus er moet gewoon 50% meer huurwoningen worden gebouwd, 5000 per jaar. Daar willen wij 25%, dus een kwart, studentenwoningen bouwen. En aan de andere kant, als je bent afgestudeerd, dan val je of in de sociale huursector. Nou, daar hebben we nu bijna 50% van. En dan hopen we dat je een woning kunt kopen, omdat we meer koopwoningen gaan bouwen. Dus op die manier hopen wij deze groep, jullie, langer in Amsterdam te houden. Om te voorkomen dat mensen die een huis willen kopen of een gezin willen starten, de stad terug toekeren. Duidelijk. Meneer Van Lammeren, volgens mij staat u te popelen om te reageren. Nou, ik was het gegogen met cijfers. En ik hoorde net 50% koop en 50% huur. En die 50% huur, daar moet dan ook nog de middenhuur in. En dan hou je dus een heel klein stukje sociale huurwoning over. Feit 1, sociale huurwoning kom je in met een modaal salaris. Hè? Het meest voorkomende salaris. Dat noemen we sociale huurwoning. Dus die term vind ik al heel raar als dat... Dat is waar mensen met het meest voorkomende salaris aan toe mogen. Dat zijn gewoon de gemiddelde banen. Dus ik zou dat niet sociale huur wonen en dus is 25% veel te weinig. Want als je een beetje een stad wil hebben, niet alleen voor de rijken, 50% koop, dan zal je meer huur moeten bouwen. Er is gewoon meer vraag naar sociale huurwoning. Onze verhouding is 40-40-20. 40% sociaal, 40 middenhuur, 20 koop. Dat is de regel die we afgelopen jaren ook hebben gehandhaafd. En dat is een goede mix. Dat betekent dat je en aan de onderkant bouwt en dat mensen kunnen doorstromen en dat je koop hebt. Dat is ook een beetje de verhouding in Nederland. Dat betekent dat je Amsterdam toegankelijk houdt aan de verhouding van Nederland. En dat vind ik heel belangrijk. Maar toch is er een wooncrisis. Dus hoe gaat het dan in de komende 4 jaar? Ja, die woncrisis. Ja, ik wil niet de hele tijd naar Den Haag wijzen, want dat is ook heel flauw. Want dit is natuurlijk de Amsterdamse VVD. Maar de woningcorporaties, die moesten natuurlijk gewoon hun winst afromen. De corporatieheffing. En die zijn opgehouden met bouwen. En minister Blok had gezegd, ja, de woningmarkt is af. Maar het komt in goede handen, want het ligt bij Hugo de Jonge. Of valt die grap slecht hier? Ja, precies. Ja. Oh my god. Maar goed, ik ben daar echt een beetje bang voor. Dus dat betekent, je zal moeten bijbouwen, maar alleen het bouwen, want wij hebben de laatste bouwambitie, alleen het bouwen gaat het niet oplossen. Dat betekent dat je de speculatie tegen moet gaan. Het betekent dat je die sociaal, maatschappelijke of economische binding terug moet brengen. Het betekent dat je mag verkameren en daar zijn we ook uniek in, wij willen Schiphol laten krimpen. 1. Vliegen is slecht voor het milieu. Sorry voor al jullie gratis vakantiereizen voor 2 euro naar Spanje, maar dat kan echt niet meer. 2. Het houdt enorme woningbouw tegen. Omdat je onder Schiphol niet mag bouwen of verkameren. Dus Schiphol is deels medeschuldig het vliegen aan de wooncrisis in Amsterdam. Omdat we simpelweg te weinig ruimte hebben. En als we al het groen volbouwen, hebben we te weinig groen. En dan heb je een woning, maar kan je niet sporten. Of festival houden. Of picknicken. Of whatever. Mevrouw Martens, u wilde reageren. Ja, nee, ik ben blij dat de 5 minuten VVD-bestje er weer even op zit bij de heer Van Lammeren. Dat lijkt elke stelling. Ja, links is ik niet. Denk dat mensen die hier zijn omdat ze graag willen horen wat u wilt met de stad. Maar fijn dat dat toch in 10 seconden erachteraan kwam. Ik wil graag even iets rechtzetten. En omdat het heel technisch is, denk ik dat wel belangrijk om te zeggen. De VVD wil niet maar 25% sociale huurwoningen in Amsterdam. Wij zeggen als de nieuwe bouwverhoudingen, dus van alles wat er nieuw wordt gebouwd, zeggen wij, bouw daarvan 25% sociale huurwoning. Je moet natuurlijk uitblijven op het percentage sociale huurwoning dat we nodig hebben in de stad. En dat is tussen de 40% en de 50%. Dat moet je in stand houden. Wij zeggen alleen, je lost die wachttijden op door te zorgen dat mensen die vastzitten in de sociale huurwoning en nu oprecht nergens heen kunnen, dat kan ik ze ook helemaal niet kwalijk nemen, misschien iets willen kopen. Nou, ik vind een woning van 2,5 ton, zoals u net sneerde, niet voor de rijken. Maar zorgen dat ze door kunnen stromen. En daarom zeggen wij dat de komende jaren die verhoudingen moeten worden aangepast om te zorgen dat de balans terugkomt. Maar ik ben absoluut niet voor een totaal van 25% sociale huurwoningen. Dan tot slot wil ik toch nog even Volt aan het woord laten. Ja, kijk, de vraag was natuurlijk over studentenwoningen. Uiteindelijk zijn er nu ideeën voor de uit... Sorry, zou u... Thanks.
Uiteindelijk zijn er ideeën voor het uitbreiden van uilensteden, bijvoorbeeld voor studentenwoningen, wat nu tegen wordt gehouden door inderdaad Schiphol. Daar moeten we absoluut naar kijken, naar of we dat daadwerkelijk kunnen gaan uitbreiden. Daarnaast willen wij ook flexibeler gaan kijken naar het bestemmingsplan. Op dit moment zijn er bestemmingsplannen in Amsterdam voor woningen, voor kantoorpanden, die voor een hele lange tijd vaststaan. En als we dat flexibeler maken, dan kunnen we beter inspelen op de markt. En daarnaast zou ik heel graag ook anti-kraakorganisaties willen supporten, om vooral naar kantoorpanden die nu wat langer leeg staan, om te kijken of daar toch op een toegankelijke manier bijvoorbeeld studententijden kunnen zitten. Oké, helder. Dat was hem voor nu. Dan geef ik u weer over aan mijn collega Max. Dankjewel. Voordat we doorgaan naar het laatste onderwerp, zijn er nog twee pitches. Die gaan we nu achter elkaar doen, dus daarom al helemaal, om het eerlijk te maken, ga ik weer eventjes deze ballenbak in. Gewoon een soort show ervan maken, een soort lingo. Oranje had ik besloten dat het de VVD was. Het komt beter inderdaad, maar goed. Het is misschien beter dan het geel dat ik aan de Partij voor de Dieren heb moeten geven. De VVD. Claire Martens, u heeft 1,5 minuut. Ik onderbreek u als die minuut voorbij is, of die 1,5 minuut. En dan vertel vooral aan het publiek wat u ze wil vertellen. Ja, dankjewel. Waar ik eigenlijk het over wil hebben en waar ik me extreem veel zorgen maak, zijn de hoeveelheid vrienden, afgestudeerde, jonge gezinnen die de stad de rug toekeren. En ik kwam van de week tot de treurige conclusie dat mijn beste vriendin nu een huis heeft gekocht in Leiden en dat ik eigenlijk alleen ben achtergebleven met mijn partner. En dat klinkt droeviger dan het is, want ik woon ontzettend prettig, maar het is natuurlijk een trend. En er is een exodus van de middenklasse gaande op dit moment in Amsterdam. En daar maak ik mij ontzettend veel zorgen over. We hebben het al gehad over de woningbouw. Je kunt eigenlijk geen woning kopen met een middeninkomen. We hebben het over het groen gehad. Nou, daar hebben de Partij voor de Dieren ook absoluut ook wel terecht over gehoord. We kunnen niet alles volbouwen. Wij zijn ook voor strand aanleggen in Noord, voor een extra stadspark. Geen fietspaden door moestuinen. Ook daar kunnen wij elkaar vinden. Maar het is meer. De lasten zijn ontzettend verhoogd in Amsterdam de afgelopen jaren. Ik heb vanochtend een debat gehad met mijn collega van GroenLinks. De afvalstoffenheffing is met 40% gestegen de afgelopen jaren. Dus stel je voor, jij woont in die middenhuurwoning. Dan krijg je ook nog rekening op rekening op rekening elk jaar. De straten zijn ontzettend smerig. Je kan als ouders niet zelf bepalen naar welke school je kinderen gaan. Je moet meedoen aan een lotingsysteem. En dan kan het zijn dat je kind op school 15 uitkomt. Het is een optelsom van maatregelen die zo sturend zijn door de gemeente, dat ze bepalen waar je gaat wonen, naar welke school je kinderen gaan en hoeveel rekeningen betalen. En daarvan zegt de VVD, stop daar nou gewoon mee. Amsterdammers kunnen heel goed zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. En geef ze wat meer ruimte en vrijheid en zorg dat iedereen veilig over straat kan. Wederom 1 minuut 30, dat is toch knap hoe dit hier gaat. Mevrouw Broersen, gaat u precies zo op 1,5 minuut? Nee, ik heb niet zo goed geoefend als mijn collega's hiernaast. Nou, dan ga ik misschien heel erg hard moeten interroberen. Ga de gang. Nee, kijk, alle problemen waar we op dit moment tegenaan lopen, bijna alle problemen waar we op dit moment tegenaan lopen, gaan de grens over. Als we het hebben over veiligheid, als we het hebben over klimaat, als we het hebben over migratie, als we het hebben over de coronacrisis, bijna alles gaat grenzen over. Niet alleen stadsgrenzen, landsgrenzen. En daar moeten we wat aan doen. Maar dat kunnen we echt alleen oplossen als we meer en beter met elkaar samenwerken. En dan heb ik het niet over projectmatig samenwerken, maar dan heb ik het echt tot in de kern samenwerken met heel Europa. En dat is waar Volt uiteindelijk voor staat, voor een echte samenwerking, om samen te kijken naar hoe we dat klimaatprobleem op gaan lossen en hoe we die veiligheid gaan oplossen. Verder willen we in Amsterdam veel meer gaan inzetten op de inspraak van de Amsterdammer. We willen uiteindelijk kijken naar meer burgerberaden om beter te weten wat jullie nou daadwerkelijk belangrijk vinden en hoe we kunnen oplossen samen. En we willen ook veel meer kijken naar wijkbudgetten, omdat uiteindelijk ik niet weet wat ze in sommige wijken in West nodig hebben, maar de wijken daar weten dat veel beter. Dus als we veel meer kijken naar die wijkbudgetten, dan kunnen we daar uiteindelijk een veel mooiere wijk van maken. Dat weten die mensen zelf het beste en kunnen we daar uiteindelijk een mooier Amsterdam voor maken. Dus ik sta echt met Volt voor de allerbeste samenwerking, tot in de verse zin van het woord, met een Europees randje. Dankjewel. Binnen de tijd ook. We gaan door naar het laatste onderwerp. Debatleider Marleen, het klimaat. Nee.
Nu wel. Ja, volgens mij gaat het nu goed. Ja. We sluiten het debat af met het thema klimaat. En in voorgaande verkiezingen kon het dan nog wel eens beginnen met de vraag of er groen beleid gevoerd moet worden. Maar dat is eigenlijk nu niet meer aan de hand. Alle partijprogramma's, vrijwel alle partijprogramma's, zijn het erover eens dat er groen beleid moet gevoerd worden. En er staan ook heel wat klimaatdoelen op de planning voor de komende decennia. Dus eigenlijk waar het vooral uiteenloopt is hoe dat beleid gevoerd gaat worden en wat nou die klimaatdoelen gaat bereiken. Dus meneer Van Lammeren, ik wil graag het woord aan u geven. Hoe gaat Amsterdam groener worden? Qua klimaat, hè? Groener zijn dat, gewoon... U mag het definiëren. Ja, nee, ja, ik wil het groen... Ja. Verven. Nee, klimaat, ontzettend belangrijk. En kijk, de meeste partijen zijn het erover eens. Ik ben wel benieuwd wie dat dan forum, denk ik. Maar die dat dan niet hebben. Dus dat is al een winst. Dat is echt winst. 4 jaar geleden hadden we nog hele andere discussies. Dus dat, ik vind dat echt winst. Meen dat. Want we kunnen het niet alleen. Mijn partij niet, VVD niet, Volt niet, GroenLinks niet. De vraag is inderdaad hoe. En als ik nu kijk wat Amsterdam doet, die roepen we gaan van het aardgas af. En dat is niet de most smartest doelstelling, want je moet zeggen, nee, ik wil geen CO2 meer uitstoot. Dat is wat anders dan van het aardgas af. Daardoor worden kapitale blunders gemaakt. Partij voor Dieren, heel simpel, echt pragmatisch, isoleren, isoleren, isoleren. Dat is stap 1. Er gaat nu veel te weinig geld, en dat zal GroenLinks allemaal ontkennen, en D66, maar er gaat bijna geen geld naar isolatie. Het gaat allemaal naar hoge temperatuur, warmtenetten, waar biomassa op voor gestookt wordt. En ik hoop dat het publiek weet wat biomassa is en wat voor een ontzettend drama het is. Maar Nederland is de grootste ontbosser van Europa. Wij halen hout nu tot in Spanje en uit Estland om hier in Amsterdam te verbranden om huizen te verwarmen. Het is kolder. Want het houdt ook niet rekening met koelte. Want het wordt ook steeds warmer. Wat moeten we doen? Minder vliegen. Minder vlees eten. Minder vis eten. Minder consumeren. En dat moet ook betaalbaar worden. En dat betekent de 1,99%, en dat is een partijbrede programma, het verdwijnen van de middenklasse, de superrijken en de superarmen, waar we allemaal naartoe gaan, dat moet echt gestopt worden. Dat betekent dat je maatregelen moet nemen die soms niet prettig zijn. Minder vliegen is niet leuk, maar het brood nodig. Minder huizen bouwen is niet leuk. Want we willen allemaal in het programma zeggen dat jullie allemaal in Amsterdam kunnen wonen. Maar we hebben groen in de stad nodig. Geothermie, kernenergie zijn we op tegen. Het is een korte termijn oplossing die wordt neergelegd. Dat is de oplossing. Maar voordat die kerncentrale draait, is het al te laat. Het betekent stoppen met fossiel. Het betekent minder autorijden. We zullen allemaal iets moeten inleveren. Maar dan heb je wel een beter klimaat. En u maakt eerst de onderscheid tussen groen en klimaat. Wat bedoelt u dan met het... Wat is dan een groene kant? Nou, kijk, je hebt klimaat, maar we hebben ook nog een ecologie. Ecologische crisis is er ook nog. Was het klimaat maar het enige probleem? We hebben een plastic soep in de oceaan die de zuurstofproductie wereldwijd bedreigt. Weet bijna niemand wat. We ontbossen compleet Brazilië vanwege de voedselproductie. Nederland is daar een hele grote speler. We hebben een klimaatprobleem en we hebben een ecologisch probleem. Ik spreek met veel wetenschappers. En daar word je niet altijd even vrolijk van. Dus dat betekent gewoon, we zullen als mensheid, en zeker als Europa, een stapje terug moeten. Want wij hebben als Nederland, als Nederlander, 4 planeten nodig. Ja. 4 planeten. Okay. Voor onze levensstijl. Dus klimaat en ecologie. Mevrouw Broerse, staat u hetzelfde in? Ja, ik sta daar absoluut hetzelfde in, maar ik wil daarnaast ook heel graag kijken als wat wij vanuit de gemeente Amsterdam kunnen doen. De vraag was natuurlijk, hoe gaan we Amsterdam vergroenen? Dat is deels een stukje duurzame klimaat of energiemix, sorry. En deels ook daadwerkelijk vergroenen. Dus wij zien bijvoorbeeld echt heel veel waarde aan de platte daken hier in Amsterdam. We willen daar heel graag groene daken van maken. We willen daarnaast de hele stad ook verbinden en groener maken. Alle parken met elkaar verbinden, dat je eigenlijk als Amsterdammer altijd langs het groen fietst. Dit is op dit moment al gedaan in Madrid. Daar heeft het echt perfect gewerkt. Je wordt als Amsterdammer blijer van. En je maakt de stad klimaatbestendig door middel van meer groen. En daarnaast willen we ook heel graag inzetten op zonne-energie. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er wat naar nieuws was over de waaiende de zonnepanelen die deze storm losraakten. Dus daar moeten we absoluut ook bewust naar kijken. En kijken hoe dat veilig kan en goed kan gaan. Maar daarmee willen we wel inzetten op een duurzame klimaatmix. En absoluut ook wat mijn collega zegt, isoleren is echt de oplossing. En daar hebben niet alle Amsterdammers het geld voor. Dus daar moeten we in Amsterdam ook absoluut in supporten. Oké.
En mevrouw Martens, dan wil ik u ook de mogelijkheid geven om even uw visie op een groen Amsterdam te geven. Nee, dank. Ik had inderdaad ook de stellingen voorbereid als een groener Amsterdam. Ja, dat mag ook. Eigenlijk hebben we het daar vanavond denk ik al wel meerdere keren over gehad. Er verdwijnt ook veel groen. Ik bedoel, mijn collega's, hem moet ik hem ook eerlijk meegeven, de grootste voorvechter van het bijhouden hoeveel bomen er worden gekapt in Amsterdam. En volgens mij, als ik de Partij voor de Dieren het Twitter-account mag geloven, dat een record vandaag de dag. Dat draagt natuurlijk bij aan het creëren van een groenere stad. We hebben best wel veel ruimte waar we op dit moment en nieuw groen aan kunnen leggen. Groen is nodig om te zorgen dat we de temperatuur op de aarde gaan verlagen. De uitdaging is natuurlijk wel, hè, zoals mijn collega ook zegt, van ja, groen op daken, helemaal eens, maar we willen ook zonnepanelen op daken. Dus het is natuurlijk altijd een lastige trade-off met waar zetten we op in. Verder geloven wij dat we absoluut de landelijke klimaatdoelstellingen moeten halen. Dus de VVD staat ook absoluut achter het klimaatakkoord. Alleen die versnelling die bijvoorbeeld mijn collega die wil al over 8 jaar die reductie bewerkstelligen. Of in ieder geval een gedeelte van de reductie bewerkstelligen. 40, wij zijn reëel. Excuus. Ja. Dat is nog 10 jaar eerder. Dan moet je inderdaad een hele hoop gaan laten. Een hele hoop. Dat kost miljarden en miljarden. Waarvan wij zeggen, ja, zet dan in ieder geval eerst in op het bouwen van een kerncentrale. Want wij geloven dat je het niet gaat halen zonder. Dus wat kunnen we in Amsterdam doen? Wanneer wil u dan wel die doelen halen? Sorry? U zei net over 2040, dat is te vroeg. Ja. Wanneer wil u dat wel? Het landelijke staat nu op 2050. Uh-huh. Wij zeggen ook in Amsterdam, ook als VVD, we moeten er alles op alles zetten om dat te halen. Daarbij kunnen we geen dak onbenut laten voor zonne-energie. Daarmee moeten we windmolens neerzetten. Maar de vraag is, moet dat in de stad? Nou, niet al te dicht op woningen. Dat is ook een actief debat wat we op dit moment voeren. We zullen minder CO2 moeten uitstoten. Dat is gewoon een feit. Maar we kunnen dit vraagstuk, hoe graag ik ook zou willen zeggen dat we het vanavond alleen moeten hebben over Amsterdam, niet alleen oplossen in Amsterdam, vrees ik. En daar hebben we meer maatregelen voor nodig. Dus we eigenlijk met de landelijke maatstaf ook meebewegen? Wij willen graag met de landelijke maatstaf meebewegen, okay. Ja, er zijn ook partijen in Amsterdam die dat, ze zijn er wel. We hadden geconcludeerd dat bijna iedereen het wilde, maar die het er niet mee eens zijn. Ja. Maar volgens mij de mensen die hier staan zeggen in ieder geval de landelijke norm. Ja. En ik hoorde net ook meerdere keren isoleren terugkomen, maar dan denk ik wel van, ja, ik woon zelf in een studentenhuis en volgens mij heel veel mensen hier in het publiek wonen allemaal bij huisbazen, bij wie het misschien al 2 weken kan duren om een lamp te vervangen. Dus ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat er dan gelijk actie wordt ondernomen om die huizen te isoleren. Dus is dat niet een beetje een te idealistisch plan, mevrouw Broersen? Nou, ik denk, ik herken het. Ik woon ook voor een huisbaas waarbij het 2 weken duurt voordat er een lampje wordt vervangen. Ja. Dus ik heb het nu in coronatijd zelf aangeleerd en het is best leuk om dat te leren. Anyway, dus we gaan u zelf isoleren ook. Daadwerkelijk echt een lamp vervangen met de draadjes en Maar in Groot-Brittannië hebben ze het Home Energy Saving Program. En dat gaat ontzettend goed. Dus daar worden wooncorporaties, maar ook minder vervelende huisbazen. En mensen zelf, die leren over hoe je het beste je woning kan isoleren. Gelukkig wordt het in Amsterdam, is er ook al een bepaald programma. Waarbij je volgens mij voor €70 aan, dan kijk ik even mijn collega's aan. En een radiatorfolie daarmee isoleren. Het is wel een begin. Het is een begin om mensen bewuster te maken over het isoleren van een woning. Ja, en dat is trap niet in de GroenLinks propaganda, want dat is echt een tochtstrip. Jongens, is er niet. Dus. Ja, dat is lekker makkelijk. Nee, maar het is wel waar. Het is echt. Hij kan het aan. En kijk maar even terug naar het debat in de Bali. Maar dat is echt propaganda, want dat is gewoon een tochtstrip. Daar lossen we het niet mee op. Het is een begin, maar het is wel een begin. En wat ik zeg, in Groot-Brittannië heb je het Home Energy Saving Program en daar werkt het. Dus we kunnen daar veel meer op inzetten en dan niet in de washing van wat mijn collega zegt, maar dan moeten we breder aanpakken. Dus dan is het wel uiteindelijk aan de student om dat dan, nou niet aan de student, maar aan degene die zijn huis moet isoleren? Nee, dat is een samenwerking wat er in Groot-Brittannië wordt gedaan. Het is een samenwerking tussen de mensen die er zelf wonen, maar ook de woningcorporaties, ook eigenaren van huizen, dus het wordt veel breder getrokken. Ja, ik dacht dat u wilde reageren. Ja, want een aantal dingen die ik net nog niet genoemd heb. Even over zonnepanelen. Ik weet hoe ik overkom, maar groene daken en zonnepanelen zijn juist een ideale combinatie. Houdt de temperatuur van het zonnepaneel en dan levert die laag en levert die meer op. Dat is een goede combi. Ik zou bedrijven bijvoorbeeld, zoals een praxis, gewoon willen verplichten. Het kan me niet schelen, maar dan gaan zonnepanelen op het dak. Moet je ze wel geld geven, want praxis zegt dan, ja, maar wacht eens even, mijn dak is daar niet op berekend. Oké, maar dan hebben we ruimte.
over die huurders. Partij voor Dieren is voor de fiscalisatie, ik moet geen moeilijke woorden gebruiken, dat je meer belasting moet betalen als je in een minder goed huis hebt. En dat kan via de OZB. Dat hebben we ook voorgesteld voor parkeren. Als jij een vervuilende auto hebt, betaal je meer dan een niet vervuilende auto per uur. En dat zou je ook via de OZB kunnen doen, via de onroerend zaakbelasting. Want dan krijgt de eigenaar een financiële prikkel om zijn huis te gaan isoleren. En dan hoef je er als student minder achteraan. Want wat nu het zieke aan het systeem is, die huiseigenaar interesseert het niks, want jij betaalt de rekening. Kan hem het schelen dat de warmte gewoon letterlijk door het raam naar buiten waait. Vooral deze dagen. Maar als je die huiseigenaar een financiële prikkel geeft, dat als hij isoleert minder belasting betaalt, zijn ze sneller geneigd. Daarnaast is op instigatie van Partij voor de Dieren in 2011 al een duurzaamheidsfonds gekomen, waarin huiseigenaren heel goedkoop geld konden lenen als ze dat in isolatie stoppen. Dus je moet die eigenaar via een financiële prikkel zijn huis laten isoleren. En daar heb je als huurder dus ook wat aan, want dan gaat gewoon je gasrekening naar beneden. Ja, ik wil het iets breder trekken en dan ook weer aan mevrouw Martens het woord geven. Maar, want eigenlijk, nou, dit isolatie, maar ook de dingen die ervoor zijn genoemd, kosten allemaal erg veel geld. Ja. Geothermie, het aanleggen van groene daken, eigenlijk alles. Dus op wiens rekening komt die prijs? Heb jij je ja. Was die voor jou? Nee. Daar heb je je gasrekening laatst. Die gasprijs. Kijk, het probleem is, fossiel wordt steeds duurder. Fossiel wordt steeds duurder, dus de alternatieven worden relatief gezien veel goedkoper. En het is al lang uitgerekend dat voorkomen vele malen goedkoper is dan het laten oplossen. Het probleem alleen is dat de betaalbaarheid, er zijn mensen die het makkelijk kunnen betalen en een hele grote groep niet. Ja. En daar moet de overheid ingrijpen. Ja, hoe? Nee, ja, nou ja, aanhaken. Ik vind eigenlijk de prikkel minder belasting in ruil voor een beter energielabel op je huis een hele mooie. Ik hoop dat ook mensen die het geld hebben om zelf te isoleren, dat ook blijft prikkelen om dat te blijven doen. Want ik heb liever dat mensen het zelf doen uit eigen intenties en ook gaan zien en begrijpen dat het nodig is, dan dat we ze het gaan opleggen. Wat wij ook heel graag willen is een fonds, omdat niet iedereen het geld heeft om gelijk een huis te isoleren, waar je geld kan lenen en de besparing die je hebt op je energiekosten weer terugbetaald, waardoor dat fonds blijft bestaan en we woningen kunnen blijven isoleren. Dus we moeten inderdaad kijken naar maatregelen om te zorgen dat we mensen de optie geven om te isoleren. En waar komt dan dat geld in het fonds vandaan? Ja, dat moet een investering zijn. He, dus we moeten wel een investering maken, maar om te voorkomen dat de pot leeg is op een gegeven moment, en moeten we zorgen dat de mensen die hun besparing op energierekening misschien weer terug kan, want dan kunnen we het volgende blok aanpakken. En zo kunnen we de hele stad isoleren. Ja, oké. Okay. Ik vind het een belangrijk onderwerp, dus ik wil je ook nog even... Ja, ik ben het helemaal eens met mijn collega's. We doen nu een investering voor de toekomst, want anders betalen wij hier met z'n allen de rekening straks. Dus absoluut, het kost geld, maar als we dat nu investeren, dan betaalt het zich later echt terug, anders is die rekening vele malen hoger. Oké, okay. Daar hopen we dan op, dat de rekening niet bij ons komt. Ik wil jullie bedanken voor dit themadebat. Dat was hem. Naar, als mijn microfoon aanstaat, het laatste onderdeel, namelijk publieksvragen. Ik ben heel erg benieuwd, nu jullie deze drie lijsttrekkers hebben gehoord. Een heel klein beetje water. Zeker, een klein beetje water voor de lijsttrekkers. Ik had het water gewoon. Even kijken. Een klein intermezzo. Dankjewel. Oh. Nou, fijn dat we het even publiek hebben kunnen doen. Dan nu door naar de publieksvragen. Is er iemand die een vraag heeft? Algemeen mag het zijn, maar het mag ook gericht aan een van de lijsttrekkers als u verduidelijking wil over een bepaald onderwerp. Ik zag hier als eerste de hand omgaan in de oranje-achtige trui. Hallo allemaal, dankjewel dat jullie hier zijn vanavond. Ik had een vraag over het groener maken van de stad. Ik woon in een hele leuke straat. Alleen het enige wat ik niet fijn vind aan mijn straat is dat er heel veel auto's rijden. Welke kandidaten zijn voor het meer autoluw maken van de stad en welke willen de stad nog steeds bereikbaar houden voor auto's? Oké, ik ben benieuwd. Zullen we even een kleine wees of haan doen als je tegen, of in ieder geval auto's wil verminderen in de stad? En welke straat woon je? Jan Eversenstraat. Ah ja, ik ook. Dat blijkt ook nog buren te zijn. Ja, dat is dus een auto. Is
Zeker. Het verminderen van ouders in de stad. Wie is daarvoor? Oh, dat zijn jullie alle drie. Mevrouw Martens, misschien wilt u hem vast toelichten. Ja, nou, ik woon op de Jan Evertsstraat en die wordt nu natuurlijk nu helemaal op schop gegooid. Wordt supermooi, dus wat dat betreft hartstikke goed. Nou ja, de VVD heeft natuurlijk het imago dat we de vroem-vroem-partij zijn. En ik ga ook niet ontkennen dat ik geloof dat een auto voor heel veel mensen nodig is. Hè. Niet iedereen heeft de luxe dat je woont, werkt, mantelzorgt in dezelfde stad. De vraag is alleen, anno 2022, moet iedereen zijn auto voor de deur boven de grond neerzetten? En moet dat in elk stadsdeel? Nou, wij zeggen bijvoorbeeld in de Pijp en in Centrum kan je niet meer elke straat helemaal volzetten. Daar hebben we liever mooie groene promenades. Bouw alternatief, bouw parkeergarages. Dat mensen wel in de stad kunnen komen, maar dan alleen voor bezoekers, aangemelde bezoekers en bewoners. We zullen meer parkeergarages moeten bouwen. Ik heb niet de illusie dat mensen nooit geen auto meer nodig hebben. Openbaar vervoer moet beter. De metro moet worden doorgetrokken, Oost-West. Dus zeker minder auto's, maar niet geen auto's. Dat is een groot verschil tussen autovrij en autoluw, wat ons betreft. Okay. Mevrouw Broersen, kunt u zich vinden in het standpunt van mevrouw Martens? Ja en nee, we zijn wel echt voor meer autoluw maken van de stad. We zijn er ook absoluut op voor dat er meer groen mag zijn ten koste van parkeerplaatsen. Dus liever meer groen dan die parkeerplaatsen. En daarnaast voor de parkeerplaatsen of de grotere parkeercentrales die er zijn, kunnen we veel slimmer kijken of daar juist ook als die bovengrond zijn of daar zonnedaken op kunnen leggen. Om daar ook weer wat slimmer mee om te gaan. Maar om even terug te gaan naar deze specifieke vraag. Meer autoluw en liever groen dan een parkeerplek. Tot slot, meneer Van Lommeren. Ja, hetzelfde. Ik denk dat wij iets verder gaan dan mijn collega's met het autoluw maken. Autovrij vind ik onzin, want dat... Je hebt gewoon af en toe een auto nodig. Of een transportmiddel is het. De vraag is, hè, want een auto wordt elektrisch en ik hoop waterstof. Dat zou nog veel zinniger zijn, maar goed. Maar individueel vervoer is het. In welke vorm dan ook. Want binnenkort worden het drones. Ze vliegen al in Hongkong. Maar ja, dat moet. Maar wel minder. En de ruimtebeslag van een auto is echt bizar groot in deze stad. En daar kunnen we veel meer, want we hebben tekort aan brede stoepen. We hebben tekort aan terrassen. We hebben tekort aan goede fietspaden. Dus het autobeslag wat nu wordt gelegd, dat is echt van vorige eeuw. Oké, okay. Ja. Ik hoop dat de vraag beantwoord is. Met welk vervoersmiddel zijn jullie gekomen, is de vraag. Een helikopter. Ik met een drone. Ik leg met een fiets, jongens. Een fiets, een helikopter en een drone. Ik ga het daar even bij laten. Een andere publieksvraag. Ja, mevrouw? In de vorige eeuw, tweede helft vorige eeuw, hadden we in Amsterdam de gemeentelijke dienst herhuisvesting en het gemeentelijk woningbedrijf. Het gemeentelijk woningbedrijf bouwde zelf sociale huurwoningen op grond van de gemeente. De gemeentelijke dienst herhuisvesting vorderde ook onder particuliere eigenaren ongeveer de helft van het woningbestand voor sociale verhuur. In ieder geval datgene wat onder de maximale prijs voor de huursubsidie lag. GroenLinks beloofde dat bij de vorige verkiezingen. Maar je zou toch verwachten dat SP en PvdA daar van harte mee eens zouden zijn. Ik heb het alleen niet zien gebeuren. Ik weet niet of het een belofte voor de volgende verkiezingen wordt, maar ik hoor graag van u hoe u daarover denkt. Mevrouw Broersen, heeft u daar een mening over? Dit is het enige technisch verhaal, gemeentelijk woonbedrijf. Zeker. Nou, onze partij bestaat pas 4 jaar. We kijken naar de mooie Europese voorbeelden. Maar in Wenen heb je het Weense woningbouwmodel. En als ik Wenen noem, dan denken mijn collega's weer... Oh, hey, komt ze weer met het Weense woningbouwmodel. Ja, maar goed, het is wel... het werkt. En in Wenen zijn er heel veel woningen, zijn in het beheer van de stad. Dat willen wij voor Amsterdam ook absoluut. We zien dat het werkt. Het is voor lager, voor middeninkomens. En in Wenen woont de politie... agent, woont naast de rechter, naast de chirurg, naast de medewerker in de zorg, naast de juf. Dus ik denk dat dat een heel mooi model is om controle te houden over de huur en om ook meerdere inkomens naast elkaar te laten wonen, maar ook voor de sociale cohesie van de stad. Meneer Van Lammeren, eens? Eens met de stelling van... Nee, niet met de stelling, maar met de reactie van Volt. Nou, ik wil even op de vraag ingaan. En dat gaat al, want ik ben niet zo gespecialiseerd in het Weense woningmodel. Je moet het goed uitleggen. Ja, dat ben ik zeer geïnteresseerd in, maar dat doen we er straks. Of een college, ik luister graag. Nee, wat de mevrouw beschreef, dat klopt, want toen was de woningen in Amsterdam waren gewoon nog op de bon. Dat is een naoorlogssituatie. Dat is overgenomen door woningcorporaties. De belofte hebben wij niet gemaakt. Ik ga die belofte ook niet maken. Ik denk dat we woningcorporaties in hun kracht moeten zetten. Je hoeft niet alles zelf te doen.
Maar dan moet je wel de wooncorporaties laten doen wat ze willen. En we kennen natuurlijk alle de Rochdale en de Maserati-baas en zo. Dus daar is wel flink wat misgegaan. Het is ook niet zo dat als je het bij de gemeente neerlegt, dat er dingen niet misgaan. Daar kan ik ook nog wel een paar voorbeelden van noemen. Wat er vreselijk fout is gegaan bij de gemeente, terwijl we er gewoon over gingen. Dus dit moeten woningcorporaties doen. Die huurdersheffing, die gaat er denk ik af. Tenminste, ik geloof dat dat in de Tweede Kamer nu beloofd is. We moeten het nog zien. En dan moet je die woningcorporaties in de kracht zetten. En die moet je heel goed controleren. Want Maserati-rijdende directeuren en speculatie, dat hoort er niet bij. Ja, mevrouw Martens, ik zag u een aantal keer knikken. Ik sluit me geheel aan bij de woorden van de heer Vlammer. Ik denk dat woningbouwcorporaties daar beter op berust zijn dan de gemeente Amsterdam is. Hè. Wij bouwen ook geen woningen als stad. Ik denk ook dat daar een legitieme reden voor is. Ik sluit me daar geheel bij aan. En er kan natuurlijk altijd van alles beter, maar ik zou het daar graag laten. Oké, duidelijk. Nog één publieksvraag. Lijkt mij goed. Ik zie daar, ja, in het rode trui, dat bent u. Ja, daar komt de microfoon naartoe. Ja, ik heb een vraag eigenlijk vooral gericht aan mevrouw Martens, maar het zou wel leuk zijn als iedereen erop antwoord geeft, want u stelt zeg maar dat het harder aanpakken, dat de oplossing of een van de oplossingen is om criminaliteit aan te pakken, maar uit onderzoek blijkt toch dat dat helemaal niet werkt. Dus hoezo vindt u dat een goede oplossing? Het harder aanpakken van criminaliteit, ik denk zeker achteraf, het harder straffen denk ik dat bedoeld wordt. Ja. Het harder straffen van criminaliteit wordt gesteld dat het niet goed werkt. Waarom zou het wel werken volgens u? Nee, nou, volgens mij als u hiermee zegt dat alleen repressie niet werkt, dat heb ik ook volgens mij geprobeerd aan te geven, dat ik het daar helemaal mee eens ben. Hè? Als je opgroeit in een buurt waar je nooit een goed voorbeeld hebt hoe het werkt, dan kunnen we je eigenlijk ook niet kwalijk nemen dat je niet de goede kant op gaat. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet ook laten zien dat we een grens hebben in Amsterdam. Je steekt geen regenboogvlaggen in de fik omdat je van huis uit hebt gehoord dat dat ongelovigen zijn, bij wijze van. Wij zeggen, trek een grens als stad. Ik ga in Amsterdam niet over hoe zwaar een straf moet zijn, of daar wil ik ook heel ver van blijven eigenlijk. Maar zorg wel dat fysiek mensen aanwezig zijn die mensen afschrikken om foute beslissingen te nemen. Dus voor de VVD is het een en-en. Voorkomen, preventie, zorgen dat mensen weer terug de samenleving inkomen, maar ook laten zien dat we een grens hebben. Duidelijk. Om te voorkomen dat er nu een debat ontstaat over dit onderwerp, wederom ga ik toch nog één publieksvraag voor jullie alle drie. Wie heeft nog een vraag voor alle lijsttrekkers? Hier vooraan zag ik heel snel een hand omhoog gaan. Ja, Volt bracht net op bij preventie het onderwijsthema en dat er een lerarentekort is in Amsterdam. Ik zou graag van alle drie de partijen willen weten hoe zij hierin staan en hoe zij dit willen oplossen. Toch nog even onderwijs, een onderwerp waar we niet aan toe zijn gekomen. Ja, vertel. Kijk, en nu wijs ik weer naar het Rijk, maar absoluut de salarissen voor leraren moeten omhoog. Dat ten eerste, daar wil ik graag mee beginnen. Daarnaast kunnen we in Amsterdam wel veel meer als het gaat om onderwijs. Dus wij willen ook heel erg kijken naar hoe kunnen we nou goede bijlessen inzetten. Hoe kunnen we dat doen met hybride leraren die bijvoorbeeld als ZZP'er werken, die ook kunnen bijspringen als leraar, of gepensioneerde mensen die graag nog wat zouden willen doen. Dus beter inzetten op die bijlessen. Op scholen. En daarnaast willen wij, ja, qua heel onderwijs, dit is een klein uitstapje, maar willen wij bijvoorbeeld ook gratis schoollunches, zodat kinderen nooit met een lege maag op school zitten, waardoor ze ook fijner naar school gaan, fijner op school blijven. Lerarentekort, meneer Vlammer. Laten we het Finse model dan toenemen en pakken. Wordt veel aan het gekeken? Het probleem, die salarissen die zijn al gestegen en geld alleen is niet de oplossing, zeggen leraren ook. Het zijn de volle klassen. Het beroep leraar is gewoon niet hip. Want ik ken wat leraren en die zeggen, ja, ik ben 80% van de tijd politieagent aan het spelen en dan heb ik nog 10% energie over om les te geven. Dat is een heel groot maatschappelijk probleem. Dat begint echt bij de ouders. Dat begint met kinderen zonder eten naar school. Ja, in mijn wereld komt het niet voor, maar het komt heel veel voor in Amsterdam. Woonruimte, groot probleem. Daar zul je gewoon voorrang op moeten geven. Het probleem alleen is, hè, want het is lekker uitdelen tijdens verkiezingen. Jij in woning en jij in woning en jij in woning. Maar dat betekent dat we weer andere mensen uitsluiten. Dus daar moet je heel goed over nadenken. Welke beroepen, welke niet. Maar het zijn kleinere klassen, meer waardering. Dat mag de overheid meer uitstralen, ook gemeente Amsterdam. En ouders,
ik wil niet meteen over Glennis Grace gaan beginnen, maar als mijn zoontje van 15 rokend een supermarkt in komt, hij komt thuis. Nou, ik had een draai om mijn oren gekregen vroeger. Ik ben een beetje van de oude stempel. En dan ga ik niet met 12 man een supermarkt in. Maar dat is echt een maatschappelijk probleem. En dat vertaalt zich in leraartekorten. Lossen we dat 1, 2, 3 op? Nee, maar woonruimte kunnen we doen. Kleinere klassen kunnen we bij faciliteren. En het inderdaad makkelijker maken voor gepensioneerden om weer les terug te geven. Want daar worden heel veel drempels neergelegd. Okay. Dat is wel heel veel landelijke beleid. Dat gaat de gemeente helaas niet over. Tot slot, mevrouw Martens. Ja. Er zijn een aantal dingen die we lokaal wel degelijk doen kunnen. Als je met docenten praat in Amsterdam, is het feit dat ze hier moeilijk komen kunnen. Dus het openbaar vervoer sluit niet altijd aan. De parkeertarieven zijn heel hoog. Dus waarom zou je dan naar Amsterdam toe rijden? Dat is A. Ze willen hier graag wonen. Dus er zal inderdaad moeten worden gekeken naar voorrangsregelingen. Maar als je 2 docenten bent, dan val je eigenlijk alweer in de vrije sector. Daar is ook geen woning te vinden. Dus daar moet specifiek voor worden gebouwd. En wij zeggen ook, haal die lesdruk weg. Dus zorg ervoor dat iedereen, in sommige wijken in Amsterdam spreekt 1/3 van de kids niet voldoende Nederlands. En wij zeggen, zorg ervoor dat je taalonderwijs hebt voor docenten, waar ouders ook meedoen en kinderen, dat de taal op orde is voordat ze naar school gaan. En probeer dus lokaal alles te doen om die werkdruk voor docenten te verlagen. En hybride docentschap. Iemand bij ons op de lijst is half economieleraar, half hypotheekadviseur. Ja, ik vind het een geweldige combinatie. Maar die zei ook, ja, helaas ook, ja, als ik dit fulltime moet doen, heb ik geen doorgroeimogelijkheden, geen potentie. Dus we kunnen lokaal dat hybride docentschap echt mogelijk maken. Oké. Okay. Dank jullie wel. Dan komen we toch tot een soort einde aan deze avond. Ik wil jullie alle 3 heel erg bedanken. Misschien nog 1 ronde applaus daarvoor. Ik wil ook graag het publiek bedanken dat jullie hier waren. Ontzettend fijn, ook in deze rare omstandigheden, dat jullie hier toch waren. Weet dat dit ook over een aantal dagen wordt uitgezonden op YouTube. En dus ook met ondertiteling in het Engels. Dus stuur het vooral ook door aan je internationale vrienden of andere studenten die je kent die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen. Morgen staan we hier weer op dezelfde tijd. Met dezelfde onderwerpen, maar andere lijsttrekkers. Dus kom vooral hier als je meer verhalen wil horen van politici. En dan zie ik jullie allemaal heel graag morgenavond terug. Dankjewel.